Hi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag een video waarin ik met jullie ga kijken naar wat ik in een week uitgeef. What I spend in a week. En dit is een video die uh, meerdere keren werd aangevraagd via mijn uh, sticker op Instagram. Mocht je me daar nog niet volgen, daar stel ik dat soort vragen of daar deel ik nog meer. En nu vroeg ik dus van, nou, welke video zou je nog willen zien? En ik dacht gelijk, wow, dit is een interessante, ook voor mij. Want ik heb werk. Leuk, waar. Geen idee. Ik weet een beetje wat mijn vaste lasten maandelijk zijn, maar ook niet precies. Ik heb wel mezelf weer voorgenomen om meer te gaan koken. Wat zou moeten betekenen dat ik minder bestel en afhaal. Wat geld zou moeten schelen. Maar op dat de eerste week van januari, want daar ga ik dan nu naar kijken. Ja, ik zou voor mijn ideeën, want ik dacht het is leuk om te beginnen met een verwachting. Wat verwacht ik dat er uit gaat komen? Ik denk dat mijn vaste lasten per week ongeveer 300 euro zijn. Dit is best wel een wilde gok, want het is lang geleden dat ik mijn vaste lasten op een rijtje heb gezet. Zijn er dingen bijgekomen? Vast en zeker. En dan eigenlijk de rest. Wat heb ik verder uitgegeven? <laughs> ik weet toevallig. Dat die uh, shoplog van de kruidvat uit de, een van de vorige vlogs die zit daarbij. Dat was niet nodig. Nu denk ik: had ik dat niet gedaan, dan had al 60 euro gescheeld. Uh, maar ja, zo is het leven. En dat doe ik echt wel vaker. En dan boodschappen. Voor mijn idee doe ik zo weinig boodschappen. Ik denk alles bij elkaar: 250 euro. Dus dat zou betekenen: 550 euro per week. Oké, okay, dan geef ik 2200 euro uit per maand. Klinkt best reëel. Oh, ik denk dat dat wel zou kunnen kloppen. Oké, okay, dan heb ik nu... Ik heb mijn boekie. Ik ga mijn ING-app erbij pakken. Dan ga ik checken wat ik de eerste zeven dagen van januari heb uitgegeven. Ik heb ze allemaal een En ik ben verbaasd. Ik had het mis. We beginnen even bij de vaste lasten. Uh, ik heb alle vaste lasten keer 12. Gedeeld door 52 gedaan om echt bij het weekbedrag uit te komen. Heb ik meer vaste lasten dan ik dacht? Ja, toen ik het zo op een rijtje zette wel. Maar um, ja, sommige dingen, het is eigenlijk, er is niks tussen, gelukkig. Waarvan ik denk, dat zou ik niet meer willen. Creditcard is de enige die ik nauwelijks of eigenlijk niet gebruik. En die kost me 69 cent per week. Maar als je op vakantie gaat of als je een auto wil huren, dan heb je hem vaak gewoon nodig. Dus het is wel iets wat ik wil hebben. Dan mijn zorgverzekering. Kost 29,99 per week. 2,31 euro voor mijn sponsorkindje van World Vision, die ik samen met mijn moeder en mijn oma heb. Dan betaal ik 132,54 euro voor de huur. Dat is bizar weinig. Ik weet het. Ik heb sociale huur. Ik ben hier acht jaar geleden komen wonen. Uh, toen verdiende ik zoveel minder. Ik zou hier nu niet meer mogen wonen. Net wat ik nu verdien. Ik ben onwijs dankbaar voor mijn huis. Ik ben gewoon heel gelukkig in dit huis. Maar het is heel weinig en daar ben ik echt een lucky bastard. Uh, 0,73 euro voor de ING. Voor gewoon het feit dat ik mijn bank heb. 7,1 voor mijn autoverzekering. 6,35 voor mijn zwemabonnement. Dubbel en dwarswaard. 8,92 voor internet en tv. Ik kijk eigenlijk geen tv. Dus ik zou nog wel eens willen kijken of ik misschien alleen internet af kan nemen. En hoeveel me dat zou schelen. Dat is het enige waar ik echt nog naar wil kijken. Dan hebben we 7,69 voor de verzekeringen. Ik heb een. Uh, doorlopende reisverzekering, ik heb een inboedelverzekering en ik heb een aansprakelijkheidsverzekering. Dan 3,46 euro voor GBLT. Volgens mij is dat voor het afval wat ik vorig jaar heb weggebracht, Dat betaal ik nu maandelijks voor. Weet ik niet zeker, want ik heb ook 8,63 euro aan gemeente Venendaal En dat zijn denk ik de gemeenschappelijke belastingen, maar die, die twee kan ik ook omdraaien. Dan heb ik 19,61 euro voor gas en licht. Is ook heel weinig. En of dat klopt, moeten we natuurlijk nog achterkomen. Want dit is het bedrag wat ik vanuit vorig jaar heb meegenomen. Zou kunnen dat ik moet bijbetalen. Maar kan het eigenlijk heel goed in de gaten houden. Want ik kan maandelijks gewoon kijken. En tot nu toe loop ik op een rijtje. Ik betaal 85 euro per maand. Bizar weinig. Maar ik zit in een appartementje met boven, onder mij en naast mij mensen. Ik hoef bijna niet te stoken. En daarnaast. Ik heb mezelf aangewend om te leven in een huis van max 19 graden. Als ik er niet ben, heb ik hem op 18 graden. Ik heb hem altijd op 18 graden, nooit daaronder. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het meer energie kost om het weer op te warmen dan om het stabiel op 18 graden te laten. En uh, als ik wel de hele dag thuis ben, gaat hij naar 19. En ik hou ervan om onder een dekentje te zitten. En ik, ik heb het niet koud. Als ik het koud heb, zet ik hem rustig omhoog. Ik ga geen kou leien, maar dit werkt voor mij. Um, dan hebben we 3,23 euro voor mijn mobiele telefoon. Super goedkoop, maar die heb ik natuurlijk losgekocht. 1,29 euro voor Netflix. Die betaal ik half met mijn ouders. 2,54 euro voor Videoland. En dan heb ik er twee waarbij ik een beetje zat te twijfelen... of dat echt hoort bij vaste lasten. Maar ik heb het wel gedaan. Ik betaal ongeveer 17,31 euro per week voor benzine. Zou ik ook wat aan kunnen doen, maar... Working on it. En ik betaal 15,85 euro per week voor katten eten en kattengrit. En dat zijn mijn vaste lasten. Dat komt bij elkaar op 264,92 euro. Minder dan ik dacht, maar toch zat ik wel in de buurt. Dus het valt mij echt niks mee. Of eigenlijk valt het me niks tegen. Dan hebben we deel 2 en dit is misschien nog wel het meest interessante deel. Wat geef ik uit? Wat geef ik gewoon random uit? Ik heb een boek gekocht wat mijn therapeut heeft aangeraden, een e-book op op.com. Dat was 14,95. Dan hebben we de supermarkt. 3,99, 7,05, 4,22, 9,24 en ja, 2 euro parkeerkosten. Heb ik er niet bij gerekend. Die heb ik gewoon losgehouden. Maar dat was 24,50 euro. Of 26,50 euro. Als je de parkeerkosten meerekent. En dat is bizar weinig voor boodschappen. Maar ja, zoals ik al zei. Ik, heb, ik had dat idee al. Hoe kan dat? Nou, ik eet vrijdag, zaterdag. standaard op het werk. Ik eet donderdag. standaard bij mijn broer en schoonzus. En eigenlijk. eet ik meestal één keer per week ook nog. of bij mijn ouders. of bij mijn opa en oma. Er blijven dus drie dagen over. En die drie dagen, vaak maak ik een pasta waar ik twee dagen van eet. En ja, ik kook. Ik heb echt gekookt. Ik heb echt gekookt de afgelopen twee weken. Ik heb um, uh, pommelgaasjesfilet gemaakt met groenten. Ik heb ook alweer een keertje die sushi rolletjes gemaakt. Die ik wel eens vaak in de vlog heb laten zien. Uh, maar ja, drie keer per week is natuurlijk niet veel. En waar ik wel een verslaving aan heb, is vers brood. Ik heb heel erg de neiging om. Meestal haal ik dan gelijk, ik heb vandaag toevallig ook, dan haal ik drie verse speldbollen en die piep ik dan op. Dus dan heb ik drie dagen een lekker soort van vers bolletje. Beter dan het was, want vroeger ging ik elke dag voor een vers bolletje. Maar ik vind dat zoveel lekker dan gewoon een snee brood. Maar ja, 24,50 50 waar hebben we het over? Het is echt geen geld. En soms denk ik wel eens: zou het beter zijn om grote boodschappen te doen? Maar de manier waarop ik leef en de hoeveelheid die ik thuis eet, is het risico dat je dan weggooit veel groter. En zoals je ziet, ik geef dus ook geen reet uit. Het zal deze week denk ik iets meer zijn, omdat ik um, bij de Aldi volgens mij in één keer al 24 euro heb uitgegeven. Maar ja, verder ben ik alleen vandaag heel even bij de Albert Heijn geweest om een dingen te halen. En dat was letterlijk weer 8 euro. Dus. Ik denk dat ik nooit boven de 50 euro per week uit zal komen. Wat ook een luxe positie is, want ik krijg super lekker te eten op mijn werk. En bij mijn ouders en bij mijn broeren. Ja, ik, ik, ik hou van gezelligheid en dat zoek ik graag op. Dan, nou, waar ik al een beetje bang voor was. De kruidvat. 61,41 euro. Ja, die zat er helaas bij. Doe ik niet iedere week. Maar die zat er deze week wel bij. Uh, was deels dus uh, strepsels, natterman, hoestdrank, Maar ook heel veel leuke dingetjes waar ik tegenaan liep. Uh, dan hebben we 18,01 euro bij Klarna. En dit is Shein. Ik had jullie laten zien dat ik die journal heb gekocht. En ik heb voor het evenement een trui gekocht. Die heb je op Instagram al wel kunnen zien. Ik kreeg er super veel vragen over. Dit is die roze veertjes met glitter trui. Uh, en die was in de sale. En ik had dus een dresscode. Het moest pink sparkly zijn. Dacht ik nou als ik toch die journal bestel even kijken. En uh, die waren bij elkaar 18 euro. Dat heb ik nu via Klarna betaald. Dan heb ik op nieuwjaarsdag met mijn ouders lekker McDonald's gegeten. Nog één keertje ongezond, zei mijn moeder. En dat was in totaal... 39,65. Maar mijn vader heeft weer 25 euro naar mij overgemaakt. Dus dat was voor mij 14,65 uiteindelijk. Dan heb ik 12,95 uitgegeven aan een nieuw holletje voor Ginny. Dat in dit kastje zit. Dat is gewoon zo'n holletje met een gat waar hij in kan liggen. Deze is niet alleen vergaande glorie. Uh, hij is ook echt. Nou ja, hij is gewoon vergaande glorie. Laten we het daarop houden. Smoezelig en vies. Dus ik wilde graag het nieuwe, want hij ligt daar graag. En ik heb 7,40 euro vorige week vrijdag uitgegeven aan een drankje. Dat was uh, in mijn plaatselijke kroeg. Daar heb ik nog even een rode wodka sprite gedronken. En die kost 7,40 euro. Eentje ook echt. <laughs> en dan heb ik nog als laatste 4,89 euro uitgegeven aan die medicijnen. Die uh, bruistabletjes voor vastzittend slijm. That's it. Dat That is al het geld wat ik heb uitgegeven. En ik weet het. Als ik het zo zie, vind ik het ook super weinig. En dan denk ik ook, hoe kan dat? Want voor mijn gevoel geef ik veel meer geld uit. Maar de laatste tijd heb ik natuurlijk best wel grote dingen gekocht. Bijvoorbeeld dus, ja, ik betaal nu 14 euro per maand voor mijn telefoonabonnement. Maar ik heb hem losgekocht voor bijna 1300 euro. Um, dus ik denk dat ik inderdaad qua weeklasten best wel laag zit, behalve de leuke dingen die ik doe. En misschien moet ik dat wel meer gaan doen. Misschien is dit de bevestiging dat ik me niet tegen moet laten houden. als ik zin heb om een keer naar een expositie of een museum te gaan. of een dagje pretpark. Uh, of ik, ik denk al een tijdje na over een massage voor mezelf. Maar dan denk ik, ja, kost dan weer 40 euro. Boeien! <laughs> Boeien! Wat is 40 euro? Ja, dus uh, de Treat Yourself era gaat wat mij betreft door. In totaal, dat is misschien nog wel leuk, want dat heb ik nog even niet bij elkaar opgeteld. Uh, zit ik dus op, even kijken. 175,71 euro voor die losse dingen. Voor de random dingen, zeg maar. Plus de 264,92 euro van de vaste lasten. Is 440,63 euro. Keer 52. Ja, het klopt wel. Want je kunt dus bij IEG zien wat je jaaruitgaven zijn. En die zitten dan op 2200. Uh, dit is moeilijk. 22.912 euro. Nou, ik zal het ook in beeld zetten. Um, en vorig jaar zat die veel hoger. Omdat ik de auto en het bed en de bank en zo. Maar als ik dat er... Ja, het klopt. Dit is wel ongeveer mijn levensstijl. 440 euro per week. Nou, ik vind ik best wel netjes. <laughs> nou heb ik wel de luxe dat ik ook veel dingen krijg. Laten we dat erbij zeggen. En mijn uh, shampoos, mijn Inker koop ik wel zelf. Um, maar kleding krijg ik ook vaak. Uh, telefoonhoesjes, dat soort dingen. Ja, ik heb, ik heb het echt goed voor elkaar. Ik ga niet liggen. Er komt nu echt een van de mooiste samenwerkingen die ik heb gehad. Die is nu onderweg. En um, nou, dit is, dit is bijna niet te beseffen. I'm the luckiest girl in the world. Echt op dat vlak. Bizar. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben benieuwd of jullie denken: "Holy shit, wat veel of wat weinig?" Let me know. Ik heb het idee dat ik het best wel goed doe. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Dan zie ik je weer bij de volgende video.